Je bent vandaag speciaal verkleed. Is daar een reden voor? We zijn vandaag speciaal verkleed naar hier gekomen, omdat we dus vinden dat ze inbreuk aan het leveren zijn, zowel werkgevers, organisaties als regering, op het personeelskader dat binnen de sector nu gehanteerd wordt. Wij willen dat zeker niet kwijt. Wij horen in een kader. Dat is ook voor ons heel belangrijk. Waarom? Omdat dat een deel ook te maken heeft met onze werkdruk binnen bij de instelling en de organisatie. Wij willen dat zeker behouden en wij willen daar niet vanaf. Dat zijn zaken waar wij jaren geleden voor op straat gekomen zijn. En dat moet nu blijven bestaan. Daarom vandaag onze verklede actie. Wij willen in een kadertje blijven. Je werkt in een opvoedingsinstelling. Wat is er nodig om jullie werkdruk te verlichten? Wij hebben vooral personeel nodig op dit ogenblik. Wij werken eigenlijk sowieso met te weinig mensen op de vloer. Wij willen de zorg kwalitatief houden. Jij werkt in een CAW. Zijn jullie met voldoende volk om jullie werk goed te doen? Ja, ik werk in CAW Halle Vilvoorde. En eigenlijk zijn wij absoluut niet met voldoende volk. Wij ervaren een grote werkdruk elke dag. En in sommige werkingen worden er wachtlijsten opgemaakt, wat helemaal niet oké is in een eerste lijnsdienst. Dus wij hebben extra volk nodig. Hoeveel volk zouden jullie nodig hebben? Wij willen altijd veel volk erbij natuurlijk. Dat gaat om keuzes maken. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen wij extra zouden moeten hebben. Maar onze directeur heeft eigenlijk een mooie vergelijking gemaakt met de voetbal. Zij noemt ons een voetbalploeg waar maar 5 mensen op het veld staan. Dus wij hebben meer dan de helft mensen nodig eigenlijk. Als de werkgevers en de regering hun slag thuis halen en de personeelsnormen in de gehandicaptenzorg afschaffen, welke gevolgen heeft dat voor de CAW's? In de gehandicaptensector wordt er met een personeelsnorm gewerkt. In het CAW is dat niet het geval. Het zou misschien beter zijn moest er ook een personeelsnorm komen, omdat het objectiever zou zijn om dan te gaan zoeken van hoeveel mensen moeten er werken eigenlijk. En dat is nu niet het geval. Dus een personeelsnorm zou naar mijn inzien een objectiever gegeven zijn, dus een verbetering. Jullie werken in de gehandicaptenzorg. Waarom hebben jullie ervoor gekozen voor een job in deze sector? Ik denk omdat wij heel veel voeling hebben met die mensen die met een beperking leven, zowel fysiek als verstandelijke beperking. Vanuit ons enthousiasme. We zijn heel enthousiaste mensen. We hebben een heel groot welzijnsgevoel. Ja, we willen gewoon de wereld een beetje beter maken. Jullie voeren vandaag actie. Wat hebben jullie nodig om jullie job beter uit te kunnen voeren? Meer middelen, meer financiële middelen, meer personeel. Om deze mensen nog altijd de juiste zorg te kunnen geven die ze nodig hebben. Zit de werkdruk momenteel goed in jullie sector? Nee, veel te hoog. Het is veel te hoog, ja. Zouden de personeelsnormen gemoderniseerd moeten worden? Ja, zeker weten. Ik denk dat de minister zelf eerst eens mag meekomen werken binnen een leefgroep. En dan pas beseft wat is hier nodig. Dat is een heel goed idee. Ik hoop dat hij naar jullie luistert. Ja. Dankjewel. Ja, dat ook.